ну, воспитанная очень. Именно, да и за что, в принципе, наверное, я, насколько понимаю, Андрей ее и полюбил, наверное. Серьезную девушку, чем Юле ему и понравилось. Я думал, вот она, любовь настоящая, вот она. Het was eigenlijk vrij snel besloten dat ze naar Nederland zou komen, want André had een goede baan bij Shell en hij kon zich dat makkelijk veroorloven dat ze hier komt. Ze gaf een schilderles, jochelles gaf ze ook op een gegeven moment. Ze was echt gewoon heel jong en levendig. André en Julia die waren al geruime tijd hier in Nederland. En we hadden ook te horen gekregen dat hij wel al een jaar thuis zat met een burn-out. Dat hij ook wel depressieve klachten had. Ze had aangegeven dat ze wilde scheiden. Nou, hij had daar heel veel moeite mee. Alleen ja goed, zij heeft de knoop doorgehakt. En zij is ook al gaan leven alsof ze gescheiden was. Zelfs was heel veel buiten zijn huis. En dat maakte hem alleen maar jaloerser, omdat hij geen controle meer over haar had. А в этот раз, вот, когда я последний раз видел, ну, было все по-другому. Потому что Андрей больше выпивал. Ну, я, конечно, с ним немножко тоже выпивал. Ну, как бы немножко так, ну, задоринки было меньше у них в отношениях. Я думаю, где-то года 3-4 последних она, наверное, уже была и несчастлива.